Een hele goede dag. Wie had het gedacht, maar dit is uiteindelijk de laatste nieuwsbrief. En het is vandaag 13. Nou, dat klinkt al meteen al wat duidelijker. De 13e april. Dus de laatste nieuwsbrief onder de Today's groep vlag. Althans, met brokers erbij. We gaan het vandaag hebben over een aantal zaken in de markt. We hebben wat tegenstrijdige berichten in de indices. Als we kijken naar bijvoorbeeld de DAX en de AEX, hebben we verkoopsignalen in de twindicator. Dus dan zouden we eigenlijk short moeten zitten. Maar als we gisteravond keken, hadden we in één keer een enorme rally in Amerika en ook vanmorgen in Azië. Dus die zou vandaag ook wel doorzetten in Europa. Dus ondanks dat we verkoopsignalen hebben, gaat het omhoog. Dat is wel in de EB-indicator is dat wel te zien. Daar lijken we meteen alweer een koopsignaal te krijgen nadat we eerder een verkoopsignaal hebben gehad. Dus in die zin zou ik zeggen, laten we even gewoon als shorts naar de zijkant gaan en ons nieuwe moment kiezen. Want het is eventjes, de wind is even tegen de shorts en is voor de optimisten. En dat is prima, zullen we maar zeggen, want leven de optimisten in dit geval. Waar het al vandaan komt is natuurlijk de olieprijs, die ze wat aan het herstellen. Of dat nou helemaal zo gefundeerd is, heb ik zomaar twijfels over. Saoedi-Arabië gaat daadwerkelijk inderdaad zijn productie beperken, maar die was niet helemaal het probleem in mijn optiek. Het grote echte probleem zat natuurlijk bij Iran en Irak, die in één keer erbij gekomen zijn en daardoor dat het te veel was. Dus die moeten nu uiteindelijk ook nog kleur bekennen wat ze gaan doen. En ook gaan kijken of ze dat ook echt gaan doen. Dus wat dat betreft is dat nog een beetje een dingetje. Olieprijs is dus de komende tijd van belang. En omdat dit de allerlaatste is, dan wil ik toch nog wel eventjes ook wat lange termijn idee geven. Dus kort termijn eventjes zijn we even, resume zijn we positief. Vooral door olieprijzen. Dus we moeten even kijken naar een aantal olie-aandelen die natuurlijk nog hard afgestraft zijn of die interessant zijn. Maar voor de lange termijn nog eventjes. Ik ben voor de lange termijn, als je ook bijvoorbeeld kijkt naar de Dow Jones, die staat nu bijna op een high weer. Ja, op een enorm lage rente, maar hoeveel lager kan die rente nog gaan? Dus ik heb zo wel een beetje mijn twijfels of er nog heel veel ruimte naar boven toe is in allerlei indices. En ik ben zelf heel voorzichtig, want die hele lage rente is wat mij betreft zeker geen goed ding. Dus per saldo ben ik enorm voorzichtig voor het hele jaar. Zo voorzichtig dat ik durf wel te zeggen dat ik gewoon dit jaar nog een enorme crash voorbij zie komen. En een crash komt onverwacht, dus wat dat betreft zou ik zeggen, kan je er in ieder geval zorgen dat we wat reddingsmiddelen hebben klaar liggen voor als het gebeurt. Dus kortom, voor de komende tijd, wees voorzichtig. En voor de hele korte termijn, wees positief. Maar uiteindelijk voor de loop van het jaar, denk aan mij en neem af en toe wat bescherming. Heel veel succes en graag in een andere setting nog een keer terug.